Dag reviewvrienden. Haha, gaat het lekker? Nou, hier gaat het ook helemaal weer fantastisch. Och, wat fijn. Wat zal er nou toch weer onder het doosje zitten? Wat zal dat Achmedje toch weer hebben opgestuurd? Het is toch iedere keer een raadsel, hè? En spannend ook. Nou, laten we snel kijken. Oh, een zakje uit Azië met 99 erop. En allemaal niet leesbare letters. En heel veel... rijst en pinda's en erwten en alles. Wat is dit in hemelsnaam en waar komt het vandaan? Het komt uit... weet ik niet. Dit zijn geen Chinese tekens. Dus ik denk... is het Koreaans? Ik denk dat het Koreaanse tekens zijn. Koreaanse zakjes met... met bonen en met rijst... en met doperwten. Ik weet ook niet helemaal wat ik hiermee aan moet. Kijk, er zitten allemaal zakjes in. Hey, het is hard van binnen. Dus het zijn geen zakjes met rijst en met bonen. Ik dacht heel eventjes, al die verschillende dingetjes. Die hebben een eigen zakje. Nou, leuk, moet je daar nou mee. Maar ze zijn allemaal hetzelfde. En dan zit er een soort harde sigaar in. Dus laten we even kijken wat hier dan weer in zit. Ja, dat had ik dan weer niet verwacht. Er zit een soort witte drol zit erin. Het ruikt heel erg naar sesam. Dat witte lager is volgens mij gepofte rijst. Binnenin een soort bruin prutje. Dat smaakt naar sesam. Even kijken of ze allemaal hetzelfde zijn. Weer een witte sigaar. Ingrediënten van zo'n witte sigaar is dus bruine rijst. Een gewone rijst, mais, zwarte sesampoeder, suiker, palmpitolie, koolzaadolie, boekweit, havermout, mungbonen, lotuszaten, parelgort, ert, rode boon, gespikkelde bruine boon, zwarte rijst. Nou ja, in ieder geval, ze hebben gewoon alles wat ze konden vinden, hebben ze erin geflikkerd. En dan is dit het resultaat. Vaak zeg je less is more. Maar nu zeg je, more is even too more. Want ze hebben eigenlijk alles wat nog in het keukenkastje zat, hebben ze in dit staafje gegooid. De vraag is natuurlijk, wat moeten die Koreanen met deze bende? Want echt lekker is het niet. Ik ben erachter. Kijk, tussen al dat Koreaanse gewauwel stond hier een Engelse zin. Paitien, god mag weten wat dat is. Energy 9999 sticks, season flavor. Deze Koreaanse energiebars. Ja, ik krijg er weinig energie van als ik heel wild ben. Nou ja, behalve dan mijn maag dat roept van, kan je hiermee ophouden? De vraag is natuurlijk waarom het 99 sticks heten. Ik bedoel, hier zitten er denk ik hooguit, pak een beetje alles bij elkaar, 15 in. Of is het misschien omdat er 99 ingrediënten in zitten? Goed, het hele Koreaanse verhaal daar kunnen we ook mee ophouden. Want deze proteïne 99 energiesticks, die komen uit Taiwan. Helemaal heeft helemaal, dus helemaal geen moer te maken met Korea. De kern van die dingen is heel zoet. En dat komt niet alleen maar door alle suikers die erin zitten, maar ook door de sesam. En sesam is natuurlijk wel een lekker pitje of zaadje. Ik denk dat ik deze energiebar meer moet benaderen als energiebar dan als tussendoortje. Want dit is geen lekker tussendoortje. Maar ik merk er wel, want ik heb er nu 2,5 op, dat mijn hele maag gevuld is. Ik ben eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, helemaal gevuld, helemaal nokt. Dat is natuurlijk ook niet zo gek als je
alle soorten rijst, alle soorten bonen en nog een zootje erwten en wat sesam bij elkaar mietert. En dan in een stikkie stopt. En als Jantje dan twee hapjes neemt, dan zegt dat in zijn buik. Dus ik denk dat dit een stikkie is, die je ook kan gebruiken als je wil afvallen. Want ik kan je vertellen, ik heb het gevoel dat er een soort peurschuimfles in mijn buik wordt leeggespoten. Ik heb het gevoel dat ik volledig word overgenomen door dit dingetje. Want het is natuurlijk allemaal gedroogde troep. En in mijn buikie komt er een beetje water bij en dan zet het uit. Ik moet eerlijk zeggen, ik moet bijna een beetje spugen. Deze energiebars, die doen natuurlijk perfect voor ze zijn. Namelijk, als je een beetje een hongerklopje hebt, dan stop je die in je waffeltje en dan ben je weer helemaal de oude. Tenminste, je voelt je niet helemaal de oude. Je voelt je eigenlijk de nare, niet zo lekkere versie van jezelf. Maar je hebt geen honger meer, want ze vullen haast de pest. Dus stop je dan in je buikje en dan kun je er weer even tegen. Denk ik dan, in Taiwan. Ik heb er nu bij elkaar eentje op. Ik ben helemaal klaar voor de rest van de dag. Ik heb het gevoel dat, ja, dat iemand zeg maar 98 liter cakebeslag in mijn keel heeft laten lopen. Ik heb helemaal een beetje een vol buikie. En zoals jullie weten heb ik best een aardig buikie. Deze stickies die kan je kopen in de Aziatische winkel. Vaak zeg ik bij dit soort producten, laat ze lekker in het winkeltje staan. Maar bij deze sticks maak ik even een uitzondering. Want ik kan natuurlijk wel gaan zeuren dat ik zo vol ben van twee happen. Maar dat is ook precies wat de bedoeling is van die dingen. Ik kan natuurlijk wel van zeuren dat ik zeg van ja, echt super lekker is het niet. Het is allemaal een beetje gedroogde troep bij elkaar met een beetje suiker. Maar is dat niet juist de bedoeling? Ik denk dat als jij ingesneeuwd zit in je auto deze winter, hè, en je komt er niet meer uit, en je denkt, oh, ik ga kapot van de honger, hoe nu verder? En jij vindt zo'n 99 stick onder je auto, dan kan je nog een maand in die auto blijven zitten. Want dood van de honger ga je niet als je één zo'n hapje hebt gehad. Want het vult als de pest. Dus, dat gezegd hebbende, gaan we niet negatief doen over deze sticks. Deze sticks doen precies waarvoor het nodig is. Namelijk je buikje vollen en je weer energie geven. Dus deze Taiwanese, die 99 sticks, die krijgt van mij gewoon een 6. Ja, of een 7. Nou, een 6.